Sofia, je zal heel blij zijn met het doelpunt en ook nog op welke manier je dan scoort. Ja, inderdaad, zoals je zegt, heel blij en opgelucht. Team weer opgelucht. Eindelijk na zo'n slechte reeks heb je gewoon een winnende wedstrijd nodig. En als ik dan belangrijk ben, dan voelt het extra lekker voor mij. Dus ja, hij staat er lekker in ook. Ja, zeker die eerste, hè? Want is dat echt zo'n kwestie van, ik denk niet na, je weet gelijk, oh die ga ik zo raken. Ja, ik heb wel vaker die kans gehad, maar dan neemt die iemand net voor mij die bal aan. Dus Jer wil die bal ook aan, dus ik laat lopen. En dat zeg ik vaak op training, dat je de bal gewoon neerlegt en gelijk kan schieten. En ja, in dit geval ging hij perfect in de kruising. Hadden jullie op een gegeven moment nog het gevoel van, het kan nog lastig worden na die 2-1? Ja, de trainer had ons al gewaarschuwd in de rust toen we 2-0 voor stonden. Van jongens, nu moet je gewoon je kopje erbij houden. En niet denken dat je er al bent. En dat zie je gelijk. Verander ook tactiek. Spelen volgens mij 3-5-2. Spelen heel afvallend. En we zijn ook gewoon een goed team, weet je. Vergelijkbaar met ons. Gewoon opbouwen van het achteruit. Op een gegeven moment hadden we er moeite mee inderdaad. En ja, dan is het gewoon de winst binnenhalen. En dat hebben we gedaan gelukkig. Even nog terug naar jou. Wat vind je nou het lekkerste? Van die linkerkant of toch in het midden? Ja, allebei. Ik bedoel, van als ik links speel, dan kom ik er wel. En ja, als ik op 10 speel en ik kan gewoon worden bediend dat iemand de bal tussen de linie speelt en niet constant de lange ballen, ja, dan kom ik gewoon tot mijn recht op beide posities. Ik ben gewoon iemand die wat voetballen, dus dat is gewoon het belangrijkste en maakt niet uit waar je me neerzet. Er is hier dan eindelijk die 3 punten weer eens een keertje, Jack. Jij moet een blij man zijn. Ja, uiteraard. Kijk, je bent sportman en je wilt winnen. En als je in een reeks zit waarin wij gezeten hebben, dan is dat niet leuk. En dan heb ik het met name over vorige week natuurlijk met 4-0 verliezen bij Excelsior. Ja, want je moet natuurlijk vooraf vaak hetzelfde blijven herhalen. Hij moet een keer goed vallen, we moeten een keer die 3 punten. En nu is het dan eindelijk gebeurd. Ja, valt er dan ook iets van jullie af, denk je nu? Ja, tuurlijk. Kijk, ik zeg altijd, en dat is makkelijk, hè, onverstoorbaar doorgaan, gewoon blijven trainen, werken aan je kansen, kijk naar je mogelijkheden. Ik ben een positief ingestelde trainer die dan ook weer altijd naar de positieve dingen kijkt. Alleen ja, soms is dat wel eens moeilijk natuurlijk. Nogmaals, zeker in zo'n serie, en dan is het gewoon heel prettig dat je, als je weet dat je tegen die goal aan hikt, dat je in ieder geval in de eerste helft al 2 keer scoort. Dan hebben we daar in ieder geval mee afgerekend. En wat voor een, hè, die eerste? Ja, goed. Kijk, weet je, ook dat hebben tegen de jongens gezegd. Maak het jezelf niet te moeilijk. Hè. We willen graag voetballen als het kan. Maar ja, de eerste goal komt eigenlijk uit een diepe bal van Victor. Hè, die stuurt volgens mij Nicolai in de diepte en die komt bij Sofian terecht en die schiet hem in de kruising. Ja, zo simpel kan het zijn. Hè. En dan kan je de hele week trainen op patronen en andere opbouwzaken. Maar dit hoort er ook bij. En hier worden gewoon veel wedstrijden, in ieder geval doelpunten ingemaakt. Cliché om te zeggen, denk ik, maar die 2-1 was natuurlijk totaal onnodig. Ja, dan moet ik even zeggen dat Jordi wel geluk heeft gehad dat we met 3-1 gewonnen hebben. Want anders was de kleedkamer wel te klein geworden, ja. Ja, die kan Jordi goed hebben, denk ik wel. Nee, maar dat heb ik al gelijk tegen hem op het veld gezegd. En dat besef was ook wel bij hem van waarom schiet ik die bal niet gewoon weg. Hè? Je brengt de tegenstander onnodig eigenlijk weer in de wedstrijd. Hè? Want daarvoor hadden ze niet zo heel veel kansen gehad. Nou ja, die goal die brengt hun wel, nou in ieder geval, het geloof terug bij hun. En dan moet je de 3-1 maken en die hadden we ook al kunnen maken. Dus het is een individueel fout, maar dat weet hij zelf ook. Je blijft dan ook aanvallend in principe wisselen. Dan Mo Berchte, ook een aanvaller, die maakt hem dan mooi voor die jongen. Ja, heel mooi, met de kop ook nog. Dus dat is altijd leuk als invallers natuurlijk ook een doelpunt kunnen maken en beslissend zijn. En bij het team horen, hè, want uiteindelijk is dat ook belangrijk. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. We spelen 3 wedstrijden in een week. We zullen elkaar allemaal nodig hebben. Dus je moet zorgen dat je scherp bent en dat je er voor elkaar staat. Zo simpel is het. Mo Berchte, prachtig goal met je hoofd. Ja, denk je wel. Ja, ik zag de bal komen van Barry. De bal kwam op mijn hoofd, ja, ik heb gewoon gescoord, ja. En dan sta je heel rustig nu weer voor de camera, maar dan word je wel even helemaal blij, hè? Helemaal gek bij die M-side. Ja, ik was blij. Het was een moeilijke periode voor mij en nu heb ik gespeeld en ik heb gescoord en ik was helemaal blij. Je kreeg wel een bierdouche over je heen, hè? Ja. Het was een raar gevoel, maar ja, het was toch leuk. Vind je niet erg? Nee. Wil je nog iets zeggen tegen de supporters? Ja, dankjewel voor jullie support. En we gaan maandag winnen tegen jonge PSV. Dankjewel. Ja, graag gedaan.